Je bedrijf betaalt belasting. Veel belasting. Samen betalen onze bedrijven elk jaar meer dan 17 miljard euro. Een bedrag dat overigens de afgelopen jaren sterk is toegenomen. We gebruiken een veel hoger belastingtarief dan de andere landen, maar laten ook toe dat allerlei belastingverminderingen in rekening worden gebracht. Europa wil die verminderingen verbieden. Dat is oké, als we dan ook ons belastingtarief verminderen naar wat gangbaar is in de rest van Europa. De huidige regering heeft een plan om tegen 2020 een stap in de goede richting te zetten. Minder aftrekposten en in ruil een belastingtarief van 25%. Dat tarief moet verder dalen voor alle bedrijven naar 20%, zodat we België aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor bedrijven. Een tarief is één ding, administratieve vereenvoudiging een ander. De fiscale wetgeving voor bedrijven is de laatste jaren een stuk moeilijker te begrijpen geworden. Meer verplichtingen voor bedrijven, onduidelijke regels en als gevolg dus rechtsonzekerheid die we kunnen missen als kiespijn. We vragen gemakkelijk te begrijpen wetgeving. Verder is het nodig dat slechte maatregelen, zoals de minimumbelasting, geschrapt worden en dat de relatie tussen de fiscus en de bedrijven, zoals in de andere landen, gebaseerd is op samenwerking en overleg, eerder dan confrontatie. Kortom, het systeem moet eenvoudiger en duidelijker worden. Het belastingtarief naar 20% voor alle bedrijven en het evenwicht in de relatie fiscus-bedrijven moet hersteld worden. Zo kan uw bedrijf hier verder groeien. Wil je meer weten? Lees dan alles over fiscaliteit op de website.